Wil je me nog een keer ten huwelijk vragen, schat? Rug omdraaien. Rug omdraaien. Zo, sorry voor deze emotionele beweging, maar... Hallo, hallo! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog van de Happy Couple, want dat zijn we. We zijn hier net aangekomen in Ubud, in de Ubud Buddy Villa's en we zijn helemaal gelukkig. Want we hebben een lekker drankje, we hebben een lekker hapje en we hebben een heel, heel fijn plekje om te slapen. Dat laten we zo meteen wel zien, maar eerst even eten. Selamat makan! Hoe houd je je relatie leuk? We hebben een scooter gehuurd en dat laat ik lekker aan Jorg over hoe dat allemaal precies werkt. Maar ik ga natuurlijk wel kijken hoe die het doet. Ik had eigenlijk zo'n romantisch beeld van fietsen door de rijstenvelden, net zoals Eat, Pray, Love. Maar het is toch wel handiger om een scooter te hebben, hebben we ons laten vertellen. You can travel back in time, right? You can go back to... You can travel in time, right? Ik snap het, maar die gast snapt het niet. Ah, we're gonna learn this in Bahasa, and I'm gonna tell you in Bahasa. Okay. But I get it, I get it. Maar ze lachen sowieso altijd. Oké, cool. Ja, cool. We ook gaan raften en we lezen even de folder, maar we moeten er heel erg om lachen. Lees maar even mee. Who has experience in whitewater rafting with zero serious accidents? Our professional guide has trained about safety and rescue standards. Verkeersregels in Indonesië, die zijn er niet. Nee. Hij heeft een schep, zie je dat? Maar mocht je het te strak nemen en hij lanceert zichzelf in die schep. Winkeltjes, heel veel kleine straatjes, tempeltjes overal. We gaan even op zoek naar iets leuks om te gaan eten. Lang leven Google Maps, dan kom je nog eens ergens, hè? Het is echt mooi hier. We hebben ons mooie plekje gevonden hoor, café Pomegranaat. We zijn niet de enige, maar kijk even hoe idyllisch dit plekje is. Let even niet op de scooters. Maar ik hoop wel dat ze nog een plekje hebben voor ons.
Ik heb een hele lekkere vegetarische curry. Met pita. Het eten is echt super lekker hier. Echt. Ik vind Ubud nu al helemaal geweldig. Ik kom helemaal tot rust. Ik zou hier zo weken kunnen zitten. Echt goed vertoeven. En toen gingen we weer naar huis. Just woke up in paradise. We zijn hier net in Ubud aangekomen en wat me des te meer opvalt zijn die offerschaaltjes. Je ziet ze niet alleen liggen voor restaurantjes en voor winkels, maar ook voor mensen hun huizen. En overal, zelfs in de rijstvelden, kom ik offerschaaltjes tegen. En op de weg hier naartoe vroegen we aan een taxichauffeur van, nou ja, hoe zit dat precies? Hè? We weten dat het offerschaaltjes zijn, maar waar staat het voor? En toen vertelde hij me dat het komt vanuit het hindoeïsme, dus hindoeïstische mensen doen dit. En wat er op dat schaaltje ligt, dat is altijd iets van eten, wat staat voor water. Het wierook, wat staat voor vuur. En een bloem, wat staat voor de aarde. En soms leggen mensen er ook geld op, gewoon een briefje of liever nog muntjes. Wat ze goed geluk moet gaan brengen voor de dag. En wat ik zo tof vind aan deze gewoonte, je ziet elke ochtend, zie je de mensen hier naar buiten gaan. Zie je ze met hun schaaltje lopen naar, nou ja, een plek waar ze het dan gaan neerleggen. Meestal bij een tempel in de buurt. Of gewoon bij hun eigen offerplek voor de deur. Dan brengen ze dat offer aan Ganesha. En daarbij doen ze dan een heel mooi ritueel voor dankbaarheid. En wat ik zo mooi vind hieraan is dat mensen zich er niet voor schamen. In Nederland kan het praten over dankbaarheid en dankbaar zijn, dat is toch een beetje suffig. En mensen vinden het een beetje wollig. Terwijl hier is het volstrekt normaal om gewoon in het openbaar even een ritueeltje te doen. En je dankbaarheid te uiten. En dat vind ik heel inspirerend. Dat, in die zin zijn ze echt een stuk verder hier dan wij. Hallo, hallo, goedemorgen. Wij doen vandaag actief, we zijn lekker vroeg opgestaan. En we willen even wat cultuur zien hier van Ubud. We zijn nu in het paleis van Ubud. Ik vind het altijd leuk om oude tempels te bekijken. En andere gidsen af te luisteren van groepen. Chineesjes op de foto gaan te bekijken, dat soort dingen. We zijn nu op de plek waar Jorg's roots vandaan komen. Namelijk in Monkey Forest. Gaan we eens even je familie bezoeken, hè? Daar zijn we. Oh, gezellig. Moet je je rug omdraaien? Rug omdraaien en je armen omhoog houden. Heb je een shirt gewold? Wacht even, dit werkt niet zo. Ik heb het even zo opgelost. Het blijft wel een beetje hangen. Het ziet er niet uit, maar goed. Opgepast dus voor je shirt. Ik dacht, ik ga hier even rustig zitten, maar... Hij gaat jou vlooien, hij gaat ruiken aan je haar. Oh, chill. Fijn. Ik lees net dat er hier in totaal 678 aapjes zitten, waarvan 56 mannetjes en 256 vrouwtjes. Dus vandaar dat ze zoveel babytjes hebben. Dat vinden wij natuurlijk leuk. Maar ze zijn hier wel heel erg op hun gemak. Het is... Overal loopt er een guard en die oplet of de mensen wel met respect ermee omgaan. En ze mogen weg als ze willen, maar ja, dat willen ze natuurlijk niet, want dit is echt een superleuk speelparadijsje. Maar het is heel bizar, dit bos, of dit stukje bos, ligt eigenlijk gewoon midden in de stad. Net even lekker een ontbijtje gepakt.
En we gaan nu de Kampuhan Ridge Walk lopen. Dat schijnt een van de mooiste wandeltochten hier te zijn. Het is heel chill, want het is gewoon een verhard pad. Dus je kan het totaal geen trekking noemen. Het is gewoon een wandelingetje. Ik zit hier even een beetje te snotteren in de tuin in Ubud. Ik kreeg net echt zo'n zielig mailtje van een volger. En zij vertelt dat ze was hier ook een tijdje geleden in Bali. En we gingen mede over en weer over gewoon allemaal leuke plekken hier op Bali. En toen mailde ze dat haar man, haar vriend, een parasiet had. En ze zijn in Nederland naar het ziekenhuis gegaan. Want dat had hij hier in Bali gekregen. Toen bleek dat hij heel erg kanker had. En dat was overal uitgezaaid. En nou ja, ze ging ook trouwen, maar hij was dus al binnen 3 weken overleden uiteindelijk. Dus ze hebben nog heel snel hun bruiloft vervroegd en zijn getrouwd. En toen is hij overleden. En ik vind het gewoon een heel heftig verhaal, omdat zeg maar, dat kan ons ook gewoon gebeuren. Wij zitten hier eerlijk te genieten. En ja, we kunnen ook thuis komen met een buikpijn en met kanker. En dan ben je ook gewoon ineens alles kwijt. En dan ben je ineens weer single lady. Dus de les die ik hier uit leer en wat ik ook tegen jullie allemaal heel erg wil zeggen is dat je gewoon nooit weet wanneer je doodgaat. En dat we gewoon heel hard moeten genieten. Dat is maar wel weer de les. Zo, sorry voor dit emotionele bericht, maar ja, het is wel goed om daarbij stil te... Oh, ik zie er echt niet uit, Jezus. Het is gewoon wel goed om hierbij stil te staan als je je weer eens druk loopt te maken over bullshit dingen waar we ons druk over maken. Het gaat natuurlijk nergens over. Dus weet dat. En nou ja, ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik hier nu ben. Ik zit al de hele tijd vanuit het hotel te kijken naar deze rijstvelden. Ik dacht, ik ga er gewoon even in. En nu even een heel lekkere, rustige, bijna avondwandeling aan het maken. Want de zon gaat zo onder. Het is echt niet normaal hoe stil het hier is, joh. Er is iets magisch aan deze plek Ubud, denk ik. Want je komt hier als vanzelf helemaal tot jezelf. Zo, we gaan nu lekker eten en we hebben een tip gekregen van iemand via Instagram om naar Swept Away te gaan. Dus ik hoop dat ze nog een plekje hebben, want we hebben niet gereserveerd. Maar de plek is wel echt mega mooi. Ik weet niet of je het kan zien hoor, beeld, want heel vaak komt dat niet over. Maar hier beneden is een soort van jungle en daar is het restaurant. En daarachter natuurlijk de rijstvelden. Het is een beetje een gekke avond, een beetje heilige lucht. Ik hoop niet dat het gaat onweren, want dat betekent het meestal wel. Jee, het is gelukt met een tafel en we worden nu met een buggy naar beneden gebracht. It looks a little bit like Jurassic Park here. Yeah. How many dinosaurs are here? How many? Dinosaurs. Dinosaur. No dinosaurs? No dinosaurs? You know Jurassic Park?
Oh, Jurassic Park, ja. Is dit Jurassic Park? No, Jurassic Park. Oh, is het not Jurassic Park? Oké. Oh, fijn dat hij dit heeft. Dat is voor ons, hè. Dat is voor ons, hou op. Wil je me nog een keer ten huwelijk vragen, schat? Want dan zou ik het zeker hier doen, Jezus. Dat gedaan, hè. Wauw. Nou, als er hier iemand kijkt die nog iemand ten huwelijk wil vragen, dan heb ik bij deze de spot gevonden. Het is hier romantisch, zeg. Maar wij zitten hier ook heel mooi. Hé, hey, schatje. Oh mijn god, ze hebben hier truffelboter. Die is zo lekker. Het is nog beter dan een orgasme. Ah. Eet smakelijk, mijn kleine pindaatje van me. Jong, 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 jong.